Daza. Handig balletje naar Grubic. Die kiest voor de paas ineens richting Witek. Die diep speelt. Maximilian Witek. Hier bal naar Baden-Frederiksen. Zijn vlag gaat uiteindelijk omhoog. Dan moet die grensrechter vrij zeker van zijn zaak zijn. De devies is toch voor de zekerheid maar door laten spelen. Nu er een VAR is. Het tweede seizoen zelf dus uitstekend heeft hervat. Geldt dat niet voor Vitesse als hier blind geraakt wordt. Door een sliding van Bero. Die eerst de bal raakt, maar dan vol doorglijdt. Om het standbeen van Deli Blind. Timber. Alvarez moest zich nog strekken en geeft de bal uiteindelijk aan Grubic. En is dit dan een overtreding van Timber? Ja, zegt Nijhuis. Ligt toch op zeker 30 meter, maar zeker bij Vitesse serieus aanstalten te maken om een poging op doel te gaan ondernemen. Baden-Frederiksen mag hem neerleggen. Nou, dan is de kans waarschijnlijk groot dat hij hem ook mag nemen. Stuit de bal, helaas. Geen onaardige poging. Het is een prooi voor Pasveer uiteindelijk. Nooit makkelijk zo'n stuit. Daza. Berghuis kruipt ervoor bij Grubic samen met Tadic. Nu de bal vrij. Dit is goed gedaan door Bero. Via Blind komt die bal uiteindelijk nog bij Baden-Frederiksen. En is er nu ruimte voor Buiting. Daza. Ik voor het eerst mee naar voren. Eli Daza de voorzet. Weggehaald door Martinez. Goed gedaan door Anthony en Berghuis verlengt. En Anthony is op doortocht. Tadic heeft het gezien. 3-3 als Ajax opschiet. Anthony doet het zelf, doet het heel subtiel en zet Ajax op 1-0. De Braziliaanse vlag op de achtergrond. Als Anthony heel rustig blijft. En profiteert van die snelle omschakeling van Ajax. Want het begint allemaal bij de voorzet van Daza. Dan kruipt hij er zelf voor. En via Berghuis komt de bal dan bij Tadic. En die heeft gezien dat Anthony is gestart. Dan is er nog wel wat werk te doen. Dan kan je ook zeggen dat er niet heel doeltreffend wordt ingegrepen door Hayek. Naar Tadic. Tegen Grubic aan. Haller komt jagen. Troef Daza af via Blind. Is dit Tadic? Daar is Rens en de redding van Jeroen Houwe. Berghuis. Grubic. Rens wordt aangemoedigd om te schieten. Door het thuispubliek. Dat doet hij ook wel. Levert Vitesse de bal op. Alvarez. Goede sliding. Berghuis. Tadic. En over Doekie. Krijgt de hulp van Blind. En die waren ze even vergeten bij Vitesse. En dus levert dit alsnog gevaar op. Ik zoek geduldig naar openingen, naar mogelijkheden. Oh, daar ontstaat er bijna een als Bazour mistrapt. Lang gewacht door Hayek. Anthony, dat is lekker. Nu lukt het hem wel om Witek in de luren te leggen. Bereikt Klaas Aller en is dit de 2-0. Harde, droge knal van Sebastian Aller. Begint bij de fout van Hayek. Die te lang wacht dan deze heerlijke panna van Anthony.
En heel snel via Klaassen. Maar Haller geen buitenspel omdat Daza daar nog staat. En Haller maakt zijn 24ste van dit seizoen. Ja, zo wordt het een lastig verhaal voor Letch en Vitesse. Als de kansen die Ajax krijgt er makkelijk ingaan. Dit is zo. Een poging vanaf de middenlijn, vanaf de aftrap. Maar Pasveer toch echt met een hand aan moest zitten. Berghuis. Gehaald door Baden Frederiksen. Niet willen wel hebben. Dit is ook goed. Berghuis. En Houwe als laatste. Verlengd door Edson Alvarez Tadic. Alvarez blind en daar is bijna Klaassen. Bal recht de lucht in door Hayek. Berghuis. Krijgt hem niet weg, Vitesse. En dan is daar Rens en Houwe met een goede ingreep. Ging er vol voor Jeroen Houwe. En moest ook wel. Omdat zijn ploeggenoten die bal niet wegkrijgen en slap verdedigen, zit de keeper die de bal aan de voet van Rens afglijdt. Berghuis. Tadic, lekker balletje. Haller kiest positie. Nu komt daar de voorzet van Berghuis. Daar is Haller en daar is ook gelijk de 3-0. Knappe goal. En heel snel na rust. De tweede van Sebastian Haller. Het inhouden van Berghuis. En dan Haller die Hayek aftroeft en ervoor kruipt. Terwijl die echt nog wel wordt tegengehouden. Het is geen makkelijke dit voor Sebastian Haller. Alvallend. Daar gaat Blind. Die vergeten ze nog wel eens bij Vitesse. Deze paas is niet goed van Daley Blind. En dan zit Berghuis er alweer tussen met een voet. Martinez die loopt Rens omver, maar hij heeft nog wel de bal. Haller probeert erbij te komen. Dan krijgt Martinez een schop en is hij boos op Bero. Dan krijgt Ajax de vrije trap. Dusan Tadic. Meter of 25. Dat is een lekkere bal, zeg, van Dusan Tadic. Geweldige vrije trap. De lach ook bij Berghuis, die plaats moest maken. Houwe realiseert zich al dat duiken geen zin heeft. Zo goed is die vrije trap van Dusan Tadic. Ja, Fico. Blind en Berghuis lossen dit samen op. Alvarez, daar gaat Anthony. Dat is een geweldige bal van Alvarez. Gaat hij zelf Anthony of kiest hij voor Haller? Dat laatste, maar de paas is te hard. En vooral Edson Alvarez baalt daarvan. De bal van Blind. Tadic heeft de ruimte. Anthony. Naar binnen, krullen en raak. Het ziet er zo simpel uit. Maar het is echt heel goed wat Anthony hier doet en wat Ajax hier doet vanavond. 5-0 na een uur spelen. Ajax loopt achteruit. Het is ook niet goed verdedigd. Want deze ruimte moet je hem niet geven. Dat weet je inmiddels wel na wat is het, een wedstrijd of 20 in Nederland dit seizoen. Ondertussen Zowar. Een balletje op doel van Vitesse van Baden Frederiksen. Het is er eentje om Pasveer warm te houden.
Dan komt de beker topscorer van Ajax nog binnen de lijnen. Danilo maakt zich klaar als Tadic de bal aan Taylor geeft. Aller. Zoveel tijd. Daar had Aller eigenlijk wederom niet op gerekend. De hand geschud van Letsch door Ten Hag. Het zal hem goed doen dat na die roerige dagen Ajax zich in ieder geval op voetbalgebied uitstekend heeft gepresenteerd en de halve finale van de beker gaat bereiken. Of heeft bereikt, beter gezegd. De lach van Aller, die maakte er twee. Inderdaad, twee. Hetzelfde geldt voor Anthony. Tadic met een hele fijne vrije trap. Maakt bij elkaar vijf. En dus blijft Ten Hag met Ajax op drie fronten actief. En is Vitesse eenvoudig en met zeer regelmatig goed voetbal aan de kant gezet in deze kwartfinale.